Elke dag zijn er wereldwijd 800 miljoen vrouwen ongesteld. En toch is het onderwerp in sommige gevallen een taboe. 55% van de mannen vindt ongesteldheid zelfs vies. Nasty! In deze serie stellen wij bekende figuren vragen over het onderwerp en worden ze voor het eerst ongesteld. Oh god, ik voel me zo zwak. Ben je ongesteld of zo? Iets wat bijna elke vrouw wel eens te horen heeft gekregen in haar leven. Deze video staat helemaal in het teken van menstrueren. Peter de Vroed houdt zich al jaren bezig met, zoals hij het zegt, bloedserieuze problemen. En waarom doe ik dat? Eigenlijk heel simpel. Ik kwam er negen jaar geleden achter dat ik nogal op een verknipte manier met vrouwen omging. Omdat ik eigenlijk helemaal geen rekening hield met hun cyclus. Sinds ik dat wel doe, zijn vrouwen een heel stuk energieker, vrolijker, gezelliger. Menstrueren korter, geen klachten meer hebben. Puur omdat we er eigenlijk voor zorgen dat een vrouw zich als vrouw mag gedragen. In plaats van dat ze een halve man moet zijn. Een of andere supervrouw die alle ballen maar in de lucht moet houden. Ik menstrueer zelf niet. Dus heel veel vrouwen hebben zoiets van, wat jij er nog van? Nou, van menstrueren zelf niet veel. Als alleen via het apparaat. En daarom heb ik 116.000 vrouwen geïnterviewd en naar hun cyclus gevraagd. Dus ik kan iets vertellen over de cyclus van 116.000 vrouwen. 84% van de vrouwen heeft last van menstruatieklachten. Hoe kun je deze klachten voorkomen? Een aantal hele belangrijke dingen. We hebben dus 116.000 vrouwen gevraagd van, joh, waar heb je nou eigenlijk behoefte aan tijdens je zwaarste dag? 94% zegt dan rust. Ja, dat kan ik begrijpen. En die rust heb je ook eigenlijk nodig, want dat lichaam moet herstellen. Je hebt een vorm van ontsteking in je baarmoeder, die moet herstellen. En dat herstelt het beste in rust. En hoe zou zo'n rustdag er eigenlijk uit moeten zien? Gewoon liggen op bed? Absolute rust, zeker in het begin. Op een gegeven moment kun je wel een beetje gaan smokkelen. Maar leer eerst je eigen lichaam eens echt kennen, je eigen cyclus echt kennen. En nog een belangrijke om krampen te voorkomen, minder suikers. Nog te veel vrouwen denken dat de heftige pijnklachten bij het menstrueren horen. Zelfs artsen zien de vrouwenziekte nog te vaak over het hoofd. Met de Grip op je Cyclus Challenge ontdek je in 45 dagen hoe je meer grip krijgt op je cyclus, hormonen en menstruatieklachten. Nu vanaf €19,95 verkrijgbaar. Super gezellig dat je er bent. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja, ben je een beetje gespannen? Nou, ik ben eigenlijk gerust. Ik heb er zin in eigenlijk. Oh. Nee, ik wil altijd weten hoe het voelt. Het is voor het eerst dat ik iemand hoor dat die er gewoon echt zin in heeft om te menstrueren. Want ik ga je vertellen, het is echt geen pot hoor. Je bent pas echt een macho als je hebt meegedaan met X on the Beach, een spierenwedstrijd en zo poseert voor de camera. Vandaag wordt de Braziliaanse macho João voor het eerst ongesteld. Eens kijken of deze lopende dumbbell ongesteld zijn kan handelen. De menstruatiechallenge gaat van 0% geen pijn naar 100% veel pijn in 10 stappen. Er zijn in totaal 10 vragen. Bij elke vraag fout gaat het standje 10% omhoog. En bij elke vraag goed gaat die 10% omlaag. Laten we maar gelijk beginnen. Hoe lang menstrueert een vrouw gemiddeld? Is het A, 3 tot 4 dagen, B, 5 tot 6 dagen of C, 7 tot 8 dagen? A. Dat is helaas van. Geen reactie. Oh, ik zie een zuur gezicht. Weet je wat het zou moeten zijn? Eén dag. Eén dag? Maar het is gemiddeld 5 tot 6 dagen. Okay. Helaas. Oké. Ja, voel je dat? Is een gevoel dat je niet eerder hebt gevoeld? Het is een rare gevoel. Het gewoon Maar wij hebben hem in de baarmoeder. Gewoon. Noem 3 veel voorkomende klachten. Nou, eentje weet je nou. Bloed. Hoe noem je dit ook alweer? Ja? Hoe noem je dit ook alweer? Buikpijn? Maagpijn? Ja, kramp. Ja? Kramp, ja. Ja, de andere is niet. Wordt lastig, steeds lastiger om na te denken. Ja. Oh god, ik voel me zo zwak. Wat krijgt een vrouw het meest als opmerking te horen wanneer ze chagrijnig zijn? Ik heb het eigenlijk al gezegd. Niet in de vraag, maar eerder. Het wordt wat lastig om je te concentreren. Je mag best gillen hoor. Uit de helft. Ik wil het echt niet horen. Hey, ben je ongesteld of zo? Ben je ongesteld of zo? Oh, is dat het? Ja. Oh. Dat is het. Eerlijk, heb jij dat wel eens tegen iemand gezegd? Ja. Ga je dat nu nog een keer zeggen? Dat heb ik gezegd, ja. Ga je dat nu nog een keer zeggen? 100% niet.
Hoe lang kan het duren voordat de cyclus van een vrouw regelmatig is? Is het A, 10 jaar, B, 11 jaar of C, 12 jaar? B. Dus jij zegt 11 jaar? Ja. Waarom weet je zo weinig over vragen? Het is 12 jaar. Ik hoop dat je nu wel die vragen een beetje in je opneemt en dat je het ook gaat onthouden. 12 jaar is zo lang. Je zweet helemaal. Ja, dat is een pakking is leuk. Valt het nu nog mee? Nee, zeker valt niet mee. En hij staat nog niet eens op zijn hoogste. Ja, lang niet. 100% is het? Nee, je hebt... Lijkt op 100%. Ja, je hebt 4 vragen fouten. Weer toch wat water? Nee. Ik ben al geïrriteerd. Ja. Wanneer heeft de gemiddelde vrouw het minst zin in seks? Ah, die zou je moeten weten, toch? Het minst zin in seks? Het minst. Wanneer? Ja. Is het bijvoorbeeld voor de menstruatie? Tijdens. Na. Erna. Nooit. Ervoor? Voor, ja. Dus jij zegt dat een vrouw... voor de menstruatie het minst zin in seks heeft. Je lacht. Het is van, hè? Ja, sorry. Tijdens. Tijdens de menstruatie, ja. Dan hebben ze het minst. Ik dacht juist dat ze meer zin in had. Nee, het is echt tijdens. Wanneer heeft de gemiddelde vrouw het meest zin in seks? Daarna. Ga weg. Het is halverwege de menstruatie. Hoe zou... Dan zijn ze vruchtbaar. Echt een nieuw gevoel voor mij. Ja, dat is niet. Maar zie, dat kun je ook niet uitleggen. Nee, dat kan niet. Je hebt pijn in je buik. Ja, heb ik ook wel eens moeilijk aan poepen. Maar het is echt van de onderkant, hè? Zo, toch? Ik weet het, van de onderkant tot mijn ziel. Oh, van de onderkant tot mijn ziel. Wanneer ga je met een vrouw beter geen discussie aan? Ja, als ze pijn heeft, als ze kramp heeft. Dus wanneer ze al aan het menstrueren is? Ja, tijdens de menstruatie. Sorry. Het is een week voor de menstruatie. Dan moet je al... We gaan ook hoe lang zijn jullie? We gaan net goed. Het pakt veel van ons leven, zo'n menstruatiemoment. Het is een cyclus van 28 dagen. Maar het goede nieuws is, wanneer jij een dag... Ik noem het altijd... Wanneer mijn vriendin menstrueert, dan heeft zij verlof en ik corvée. Zij hoeft niks, ik mag alles. Noem 3 manieren hoe menstruatie ook wordt genoemd. Ik kan echt niet meer. Maar dan gaat het wel een standje omhoog, hè? Rode vlag. Rode vlag. Vlag, dat is zo. Rode doos, rode zee. Huh? Het is weer zover. Bloedhoes. Doei. Begrepen. Maar god, nee. Maar je ziet dat echt... gewoon niet meer kan nadenken? Nee, ik kan alleen pijn voelen. Hoeveel procent van de mannen vindt menstruatie vies? A, 35%. B, 55%. Of C, 75%. C. Het is 55%. Kom op, Joao, je moet het even zeggen. Op hoeveel zitten we nu, Peter? We zitten op 90%. Jeetje, 90%! You've been doing good! Ja, maar er zijn dus echt 55% mannen die menstruatie vies vinden. Oh, eerlijk, ben jij ook zo iemand? Nee. Vind je het niet vies? Nee. Het is gewoon normaal, het is gewoon mensen. Noem een ongemak dat verband houdt met oestrogeendominantie. Zoals ik begrijp die vraag niet. Dat is wederom een kutvraag. Zal ik je één voorbeeld geven? Ja. Slaapproblemen. Acne. Ja. Goeie vraag. Ja. Je hebt hem goed! Je hebt hem goed. Ja, goed. Yes, de moeilijkste vraag. Ja. De moeilijkste vraag heb je goed. Oei. Kan ik de 100 proberen? Ja. Alleen die willen toch zijn? Gaan we. Ja. Maar toch raak je een beetje gewend aan die pijn. Ja, nou, dat geef je. Hier laten we nog een half uurtje staan. Maar laten we hier even duidelijk over zijn. En dit is gewoon een van de allerbelangrijkste dingen. Ja, dit is niet normaal. Nee, hevige menstruatiekramp, hevige menstruatiepijn, hevige... Het is niet normaal. Het hoort er niet bij en er is wat aan het doen. Klopt. Want anders is er medisch namelijk iets aan de hand. Ja.
Op een schaal van 1 tot 10. Hoe pijnlijk was dit? 10. Deze heb je wel verdiend natuurlijk. Ah, ik ben er blij mee. Goed gedaan, man. Goed gedaan. Ja, je hebt het echt wel verdiend. Zeker ja. weten. Ja, top 3. Ben je nou een vrouw en wil je nou meer grip hebben op je menstruatiecyclus? Ga dan eventjes naar de link in mijn bio en bedankt voor later maar. Dankjewel dat je vanavond bent gekomen. Ja, ik vind je echt de badass. Je hebt het echt goed gedaan. Top. Je hebt gewoon de 100, gewoon vrijwillig. Heb je dat gedaan? Ja, ik wil toch proberen kijken wat jullie echt voelen. Peter, Joao, jullie alle twee heel erg bedankt voor deze aflevering. Echt en ik zie jullie hopelijk volgende vrijdag weer om 6 uur met een gloednieuwe video. Doei!